Je telt als nieuwsmedium natuurlijk pas echt mee als er door jou kamervragen worden gesteld. En ook als die kamervragen worden gesteld door Jasper van Dijk, dan tel je echt mee. En het gaat natuurlijk nu om die WOP-verzoeken, over die documenten in Kabul, wat er allemaal misgegaan is. Want waar blijven die nou eindelijk? Jasper vroeg het. Als de overheid openheid moet geven over stukken, dan moeten ze dat ook doen. En dat doen ze niet. Zelfs als de rechter tegen een bepaalde nieuwsbron zegt, ik noem geen namen, zij hebben recht op die stukken, dan moet de overheid dat geven. En er wordt gewoon vertraagd. Daarmee roepen ze ook alleen maar de verdenking op dat ze echt wat te verbergen hebben. Dus. Wat is een reden dat ze niet tegenhouden? Dat ga jij vragen zometeen. Wat zou een reden kunnen zijn? De reden kan zijn dat ze iets achter te houden hebben. Kijk, die evacuaties uit Afghanistan zijn een puinhoop. Elke keer zijn er weer onthullingen. Dan was er weer een vliegtuig afgeslagen. Dan mochten er weer maar 3 mensen komen in plaats van 60. Kaag en Bijleveld zijn erop afgetreden. Notabene, niet de minste. Dus het is een puinhoop, die evacuatie. Volkomen terecht vragen nieuwsmedia. Geef die dan maar die stukken. Die wobben we. Daar hebben we recht op. En Rutte loopt het zaakje te vertragen. Ja, dan ga ik denken, heb je wat te verbergen, vriend? Vanwege deze puinhoop traden minister Kaag en minister Bijleveld af. De vraag blijft staan, hoe kon dit zo misgaan? Waarom werd er niet veel krachtiger opgetreden? Waarom mochten er bijvoorbeeld maar 3 van de 60 familieleden van de ambassade mee naar Nederland? Waarom werd het aanbod van een Pakistaans vliegtuig afgeslagen? Zaten daar politieke redenen achter? Daar zijn de journalisten van Nu, Nieuwsuur, Telegraaf, Volkskrant, NRC en niet te vergeten Geen Stijl naar op zoek. Maar wat blijkt? De premier heeft geen zin om die stukken te leveren. Dus hij geeft ze niet, ondanks het feit dat hij ze moet geven van de rechter. Die heeft journalisten van Geen Stijl gelijk gegeven. Geef die stukken zo snel mogelijk. De reden waarom het zo lang duurt, is dat het gaat om gewoon echt een heel grote hoeveelheid stukken. 110.000 stukken in totaal, waarvan veel dubbelingen zaten. Dat moet allemaal uitgezocht. Uiteindelijk is er maar een klein groepje binnen het ministerie dat de kennis en de deskundigheid heeft om dat dossier te zorgen dat het de juiste stukken worden overgelegd. In oogschouw moeten we natuurlijk nemen dat de stukken al in september zijn opgevraagd. En we zitten nu in mei, dus het duurt al een tijdje. Als het enige antwoord van de minister is, ja, het kost gewoon veel tijd, we hebben onvoldoende mensen. Waarom is het dan zo dat de landsadvocaat verzet aantekent namens de staat om die stukken niet vrij te geven? Waarom duurt het zo lang? Waarom krijgen we die WOP-verzoeken niet? De WOP-verzoeken... De vragen van Jasper van Dijk. Weet u van welke site ik ben? Ja. Nee, oké. Nou, die wij hadden aangevraagd, zeg maar. Ja, dat duurt nogal. Het duurt een tijd. Het duurt een tijd. En dat realiseer ik me. We hebben 2 sets inmiddels verstuurd. En de volgende set komt naar, ik hoop, 1 juli. Ja. Ja, na 1 juli is een vrij rekbaar begrip. Voor 1 juli. Op 1 juli. Op 1 juli, exact. Uiterlijk. Tevreden met de antwoorden? Nee, absoluut niet. Wat een sloom gedoe, hè? Waardeloos. Ja, wat zij zegt, ja, 1 juli. 1 juli. Nou, die rechter, die heeft al 2 keer Geen Stijl gelijk gegeven. Die stukken moeten nu komen. In januari binnen 2 weken en in maart zo snel mogelijk. Ja, zo snel mogelijk. Ja, dat kan dus ook eind van het jaar zijn. Maar het wordt 1 juli. Ja, nee, ik vind het echt heel slecht. Waarom duurt het zo lang? Want onder andere hoor ik je zeggen net in het debat, het duurt zo lang omdat we eigenlijk te weinig personeel hebben. Nou, het is niet te weinig personeel, maar we hebben gewoon voor specifiek dat thema nu niet genoeg mensen met de kennis en deskundigheid om die stukken op te leveren. Er is te weinig kennis en kunde in huis. Nee, we hebben genoeg kennis en kunde, maar die zijn met andere dingen bezig. Ja, en dan wordt het prioriteiten stellen. Nou ja, prioriteiten stellen. We zijn bezig met al die mensen, met die 12 FTE die we daarvoor hebben vrijgemaakt. En daarnaast zijn we inderdaad bezig met die stukken zo snel mogelijk bij jullie krijgen. Maar we zijn te laat, dat geef ik toe. En dat heb ik ook in de Kamer net gedaan. Maar we hopen ze echt zo snel mogelijk, we doen er alles aan om zo snel mogelijk bij jullie te krijgen. Ik zag laatst ook een vacature, volgens mij stond hij ook bij Geen Stijl, hè, van gezocht. Iemand die goed kan zwartlakken. Hoe bizar is het? Dit is dus de tijd waarin we leven. Dat overheden, gemeentes, provincies, het Rijk, bezig zijn om mensen
binnen te halen om stukken zwart te lakken. In plaats van gewoon open te zijn, niks te verbergen te hebben en te kappen met die achterkamertjes. Er is echt geen sprake dat we met opzet dingen achterhouden. En dat heb ik ook net willen aangeven en gezegd. Ik begrijp de frustratie, maar het is geen onwil dat we willen openbaren. Daar heeft het echt niets mee te maken. Het is gewoon, we moeten namen weglakken, vanwege privacyredenen. Vanwege internationaal diplomatieke betrekkingen. Maar ook vanwege staatsveiligheid. Dus dat zijn wel allemaal dingen waar we heel goed naar moeten kijken. Dus dat duurt even, ja. Snapt u ook, na alle dingen van de afgelopen jaren, zeker het afgelopen jaar, dat vertrouwen wat ook gedaald is. Is over dingen achterhouden. En er zijn daar dingen misgegaan in Kabul, dat weet iedereen. Dat willen we, de bovenste steen willen we boven. Heeft u nou nergens het gevoel, of kunt u dat echt wel voorstellen, dat mensen dat wantrouwen hebben? Want er is vaak zo dingen weggestopt. Het functie elders, alles komt dan weer voorbij. Hè? Snapt u dat? Ik snap de frustratie dat het zo lang duurt. En dat begrijp ik helemaal. Maar ook dat hij daar vandaan komt. Hè? Ja, maar daarom wil ik nog een keer zeggen, het heeft dus niets te maken met dat we dingen willen achterhouden bij BZ. Het is echt, we willen publiceren, maar dan moeten we wel zeker weten dat alle dingen die we niet openbaar kunnen maken, dat we die dus ook niet openbaar maken. Regeren is vooruitzien. Had u dit niet kunnen voorzien? Die WOP-verzoeken die gaan als een malle. He, er zijn bijvoorbeeld in Groningen op dit moment een groot probleem waar ook van die dwangsommen opgelegd zijn. Waarom is het elke keer mosterd na de maaltijd? En nu pas mensen gaan inhuren en wij nog tot 1 juli moeten wachten. Ja, nou ja, u zegt het zelf ook, hè? Het aantal WOP-verzoeken groeit. Of WOO-verzoeken heet het tegenwoordig. Dus we zijn wel mensen aan het aantrekken daarvoor. We hebben nu ook een taakgroep binnen BZ. Ook in andere ministeries hebben we meer taakgroepen. Dus dat duurt even voordat je al die mensen aan het werk hebt daaraan. Dat jullie niet kunnen zien aankomen, dat regeren is vooruitzien in principe. We zijn er dus mee bezig, ja. Te laat. Deze stukken komen te laat, ja.